Ja, wij zijn een bibliotheek en de meeste mensen denken bij een bibliotheek aan boeken. Aan kasten vol met boeken. Dat zijn wij ook nog steeds, al 100 jaar, dit jaar 100 jaar zijn we geworden. Maar wij hebben onze media uitgebreid. En dat weten jullie wellicht ook, want jullie hebben meegedaan, waarschijnlijk aan de Filmlabs. En jullie zijn hier voor allerlei filmvertoningen. We zijn een huis van alle talen. Door middel van die talen communiceren we met elkaar en laten we onze stemmen horen. En dat is wat de OBA wil zijn. Dat wij met elkaar kennis kunnen uitwisselen. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. En dat we zo vanuit al die verschillende stemmen, al die verscheidenheid die Amsterdam kent, die rijkdom van die enorme verscheidenheid aan mensen, dat wij zo met elkaar kunnen communiceren, elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen leren kennen. Prijsuitreiking. Zoals Leo vanmiddag al aan het begin heeft aangegeven, hebben wij ons dit jaar echt laten leiden om te kijken naar, omdat het zo'n divers festival is, om niet in categorieën te denken, maar echt in alle toonaarden van hoe je naar een film maken kan kijken en hoe je naar verbinding kan kijken vanuit een buurt. Dus wij hebben op allerlei dingen gelet. Op creativiteit, op humor, op of er iemand uitsprong in een bepaald personage of een stuk muziek. Op die manier hebben we heel kritisch gekeken naar alle films. En nogmaals, het blijft een onmogelijke opdracht, maar we zijn eruit gekomen. En de allereerste prijswinnaar, eigenlijk meteen unaniem voor ons was, dat was een filmpje die in zijn creativiteit voor ons echt eruit sprong. En dat was het filmpje Wet Feet. Yeah, dat is mooi. Ik heb begrepen dat ze er niet zijn. Hello Daniel, this is Joris van Amsterdam Buurt Film Festival. You won a prize with your film Wet Feet. Congratulations, and Kipik is going to give you a prize as soon as possible. Thank you so much for a beautiful film. Ja, dan de volgende prijs. En dat is belangrijk om even aan te geven. Zoals wij net al zeiden, kijken wij anders naar alle andere filmfestivals, denk ik, naar de prijzen die wij uitreiken. Zoals ik net al zei, we hebben echt geprobeerd om ook naar personen of naar muziekstukken of cameravoering iets van ons op te doen waarvan we dachten, dit moet beloond worden. Het is Jenny de Jong uit Oorlog in je Buurt. De makers van Oorlog in je Buurt, Ivo, dat is er één. Helene, ben jij als vorige winnares uit Zandrijk? Ja, de winnares van vorig jaar. En ik wil er graag bij benadrukken, waar we in dit geval heel erg naar gekeken hebben, is hoe belangrijk ook een persoon is voor een documentaire. Soms kan het niet zonder iemand en Jenny was zo'n verbindende factor in jullie film. Dus fantastisch, het was heel mooi. Ja, vooral op de rol die zijn van kinderen. Op ons heel veel indruk gemaakt, dus wij hopen dat jij dit bij haar over wil rennen. Met de award die Helene in de hand heeft, die hoort er ook zeker bij voor Jenny de Jong. Dankjewel! Ja, en dan... Is u klaar? Dankjewel. Gesproken, dit was zo unaniem. Daar hebben we echt geen seconde over na hoeven denken. En waarom niet? Omdat het heel knap gemaakt is, vinden wij. Het was verbindend. Het gaat over liefde. Het gaat over humor. En wat vooral gaat, het gaat ook heel erg over het Amsterdam Filmfestival. Want volgens mij
was dit de allerjongste regisseur die het Amsterdamse Buurtfilmfestival dit jaar heeft voortgebracht. Ik heb het natuurlijk over Seb en Noah, Best Friends. Yeah! Van harte gefeliciteerd, jongens. Je mag er tussenin staan. Ik wil gewoon even een vraag stellen, hoor, want het was... Ja, stel de vraag. Yes. Hey jongens, wat hebben jullie dat knap gemaakt, deze film? Vertel eens even, Noah, want ik hoorde van een van mijn medejuryleden dat jij ook bij de workshops aanwezig was, toch, van het Amsterdam Buurt Filmfestival? Ja, beide twee dagen ben ik daar geweest. En dit was je allereerste film die je gemaakt hebt? Met een deadline. Je moet ergens beginnen aan al zo, joh. En Seb, want wij zagen wel heel erg goede vrienden van elkaar waren. Maar is Noah nou echt zo vervelend zoals je aangaf in het filmpje, of niet? Nee. Dat is echt je beste vriend, hè? Ja. Nou, dat kwam ook heel erg mooi naar voren. We zijn ongelooflijk trots op jullie. En volgens mij staan die twee grote nieuwe filmmakers van de toekomst. Geef ze nog een applaus. Seb en Noah. Dat was het voor ons betreft. Ik wil namens deze plek ook mijn mede-juryleden bedanken. En ook Melouki, die er vandaag niet bij kon zijn. Dankjewel weer, jongens. En tot volgend jaar, hopelijk. En dan komt de publieksprijs. En daarvoor hebben we onze speciale gast. Op een... gedeelde zesde plaats, Oost vanaf het water en Atelier Golden Spike. Woo! Op een vijfde plaats volgt het publiek Oorlog in mijn buurt. Wow. Op de vierde plaats buurtproject Blauwe Zand. Op de derde plaats Clean Kids. En dan bij nummer 1 en 2, kijk, was één punt verschil. Op de tweede plaats de winnaars van de juryprijs, Seb en Noah. En op de eerste plaats staat Woef Woef. Hij ontwikkelt elk jaar. En even bijzonder, dit jaar is het de onderkant van een messing achtermateriaal. Maar hij is ook super makkelijk demontabel. Dus je kan hem over 60 jaar, je denkt van joh, geen spullen meer. Je kan hem gescheiden, kan je verschillende materialen uit elkaar halen en dan kun je hem dus recyclen. Heel kort even, voor de mensen die, ik heb hem zelf niet gezien, zat ik in een andere zaal. Zou je heel kort kunnen aangeven waar die over ging? Wat, wie van de drie? Ja, we hebben gekozen om een film te maken over de hondeneigenaren. En wat hun hond voor hen betekent in hun leven. En dat leverde allerlei hartverwarmende verhalen op over hoeveel een hond voor mensen betekent en hoe het contacten in de buurt herstelt. Nou, hij komt op Salto, begreep ik net van Joris. Ja. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd met de publieksjury. Die Brett wil even gezegd hebben dat het ook workshopdeelnemers zijn. Ja, ja, ja. Inderdaad, wij waren uitverkoren van deze, ja, van deze, dit project. Georganiseerd of initiatief nemen, Kepret.
En ja, het was zo'n cadeau om dit te mogen doen. Gewoon hele goede begeleiding. Nou, weet je, van, het is niet alleen film maken, maar het is ook samenwerken. Het is het leren van hoe pak je het aan. Dus ja, al mijn complimenten. Voor, en voor alle vrijwilligers hier. Ja. Hebben jullie dit wel mogelijk gemaakt? Yes. Dank je wel. Het is eigenlijk onze monteur geweest. Pak het licht. Montage. Speciaal voor zijn aanwezigheid de kinderbjörnwisser. Elias, bijzonder. Ik heb hem 2 weken terug ergens in Den Haag. Een evenement waar Ahmed aan het concert staat wij aan tafel. Bijzonder leuk. Ik denk dat je ook een heel voorbeeld bent ook van deze kinderen. Het zijn mijn 14 jaar daar ongeveer. Je bent zeker een voorbeeld voor alle kinderen. Daarom zeg ik dankjewel, Elias. En dankjewel voor je alle tijd, voor je interesse. En volgend jaar zeker komen ook heel veel met kinderen films. Ja. Laatste foto. Allemaal in het licht. Ja, dank jullie wel. Dank. Ja, jullie hartstikke bedankt. En bedankt.